I had a great week. I interviewed David Birch, the fintech guru, about payment trends. It is his opinion that the most essential role is verifying the identity. The rest is bookkeeping. There's no money in that. So the question is, who is going to provide digital identity? The banks, government, tech giants. Great interview. Dan Dutch. Ik heb een gedetailleerde Tesla Model X-instructie gemaakt die, als je erin wil wegrijden, alles vertelt. Hoe werkt de app? De sleutels, de deuren, het starten, het rijden, de autopilot, het laden, het scherm, de muziek en de navigatie. En hoe krijg je nieuwe functionaliteit door software updates? En vervolgens ging ik met 4 kids naar de ByteDays.be in Antwerpen en zag daar 50 bekende YouTubers met 10.000 tot 2,4 miljoen followers. Hoe zit die wereld in elkaar? Clony Games, 12 jaar, 250.000 followers, tot Delen Hagens, wiens ouders vertellen hoe zij participeren in het Empire. Verder een tour met onder andere Enzo Knol en Tradecast, die de video's en advertenties technisch op de achtergrond regelen. En ik vroeg aan de Belgische organisatrice Ilse, hoe krijg je 8.000 mensen hiervoor gewoon bij elkaar? En dan, we zitten midden in de cryptowinter. Bitcoin en de andere coins zijn nu 80% minder waard dan in december. En volgens een onderzoek van TNS zijn er 100.000 mensen afgehaakt. Nu zijn er nog wel 500.000 over. Hoe overleef je die cryptowinter? En mijn vraag, help me. Doe 1 minuut mee aan mijn enquête en vertel me hoe jij erin zit. En of er een overleefde cryptowinter evenement moet komen, in december of zo. En als je iets van mij wil weten, persoonlijk, kijk dan naar het gesprek dat ik met mijn broer had, Joep Everts, muzikus. Maar hij is ook voortdurend bezig met innovatie en leiderschap op een hele andere manier. Bijvoorbeeld, hij doet een yoga muziekevenement op 28 september. Maar we praten samen hoe wij opgroeiden en hoe we elkaar zien. En hoe we elkaar waarderen, maar ondanks dat we zo anders zijn. Oké, tot volgende week.